Et puis Mick Richard. Le départ donc qui a été donné avec une première heure de course qui est très très rapide, hein, 48 km. Parcouru dans la première heure. Ça, c'est important de le voir lui parce que on se faisait la réflexion. L'équipe Bora aux côtés de Sagan n'était peut-être pas aussi forte que ce que l'on attendait au Grand Prix de l'E3, mais il n'y avait pas Burkhardt, il n'y avait pas Bodnar. Il les a fait revenir. Je dis, il les a fait revenir, c'était prévu. Hein. Il roulait longtemps en tête. Et puis Daniel Oss qui lui était peut-être un peu en dedans et un peu déçu. Il rejoindrait au palmarès Van Looy, Merckx, Cipollini, Bonen et Van Enam, les 5 garçons qui ont remporté 3 fois le Grand Wevel Game. Val en door heel veel medische problemen. Frédéric Frison met het nummer 24 en Jimmy Duquesnoy met het nummer 230. Toen werd de derde uur afgehaspeld, toch altijd met een gemiddelde van 41. Dan zitten we na 3 uur. Terre franchie pour les hommes de tête, la Côte de la Blanchisserie.
10 seconden gekomen is. 10 luttele seconden. Ja. En dat hij dan voelde van, oh, ik plafonneer, dat is natuurlijk... Oh, het is een kleine roep, of is dat? 4 minuten half. Nog een 20 kilometer. Bert de Bakker voor Vital Concept in dienst van Kokar. Jasper Stuyven, we hebben een interview klaar met Jasper Stuyven. Nu spelen maar. Jasper, de zon schijnt, zie ik. In het peloton, maar dat is zoals gezegd al de hele tijd zo. Maar Stuyven moet dus in de achtervolging zo meteen naar die lekke band. Ja, en dat is precies de achtervolging. Renaat weet dat. Renaat. De jongste wereldkampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn kwam met de val in de slotfase van dat Omnium met de puntenkoers als afsluitend nummer. Het belette hem niet om toch nog die slotsprint. Komen, dan ga je ook zien, de remmen staan een klein beetje schuin. Kijk eens. Ja. Zie je, dus die remmen staan helemaal schuin. Je zegt, ja. Dat is wat mij betreft, du jamais vu niet gezien. Du jamais vu niet gezien, ja, kijk. Ja, voilà. Kijk. Ja, ja, ik weet. Zieberg heeft ook een smal stuurtje. Ja. Hè, maar dit is nog anders. Hè. Ze is hebben nog dat, anders, ja. Dit nog in een nog bredere uitgave, ook nog Schaoud, qui fait qu'il se retrouve là et il va rapidement remonter, mais il y a un ou deux équipiers qui vont venir à ses côtés, c'est quasi sûr. Hein. Et on est en train de repositionner aussi la porte du côté de chez Cofidis. Soupe qui vient reprendre les commandes. Petite cassure. Maxime Pantom va profiter. Ah, si c'est pause sanitaire, ça va lui permettre de rentrer facilement. Mais là, ouais. Je suis étonné qu'il n'y ait pas un coup. Et voilà, dans le sillage de Peter Sagan, il y a Kundo Kort. Le retour en Belgique qui s'effectue avec l'entrée dans Dranouter pour le peloton. Thank you.
perspectief, zo'n moment van koers. Versmallen, hè? Met je lekkerheid heb je ook een probleem. Ja, ja, ja. Alhoewel, vroeger, het is net of ze minder lek rijden dan vroeger. Vroeger was zo'n passage voldoende om met 20 man aan de kant te staan. Dat heb je nu minder. Banden zijn beter beschermd tegen vroeger. Van krijgen van deze wedstrijd. In de mailing van Lotto Soudal kwam Balais aan het woord en die zei, oh, daar is er eentje weer van Trek die aan de kant moet. Het is al Trek, oh, wat de klok slaat aan de kant. Aspect is er met. Gedacht betreft Quickstep, want die bleven het ook maar doen. Ja, die waren inderdaad, maar die waren dan. Dat is een fantastisch beeld. Dan krijgt hij ook eens een mooie indruk van de snelheid. Dit is koersen, dames en heren. Wallace daarmee. Dit is echt koersen. En hier kijken, armpjes naar buiten. En wat gebeurt er, jongens? Wallace is van zijn woord, want ik wilde daarnet zeggen. In de mailing van Lotto Soudal heeft Wallace gezegd, ga aanvallen tussen de twee Camels in. Wel, dat is dan heel verstandig. Memorial to the Missing kreeg u daar net in beeld. Veel soldaten die daar liggen kwamen hier niet om tijdens de grote slagen, maar tijdens de dagelijkse schermutselingen en elke eerste vrijdag van de maand. Verder, doe maar verder. Dus voorlopig zijn de goeie er allemaal aanwezig. Is dat Terpstra die daar? Ik dacht wel. Probeert terug te komen. Een figuur te zien als een gabarit. Een beetje zwemmen in dat niemandsland daartussenin. Ja, dan heeft hij toch al een jasje uitgedaan, links en rechts. En een eerbetoon aan. Zo is de wens, hè? Ja, hier. Edmondson.
de boulder in het laatste. Red gets. Wel is dat was de vriendin van koning George. Speedy Wally. Met. Dat is wel goed, hè, vooral dat. Met. Hoe was zijn haar? Mm-hmm. Om dan na de Camel misschien nog iets te kunnen doen. Want mee over de Camel als de roei gaan na al dat werk. Waar is Stijn? Ja, ik wat is dat? Hoeveel deeltjes zijn hier? De bakkers. Koprelli is dat, je noemt me Koprelli, hier is Koprelli. Niet te voet te staan. Ja, ja. Dat is die put die ik daarnet bedoel, zo die knik die daarin ligt. Ik hoorde Ferdy van den Houten, die 40 jaar geleden won. Lukte net. En dan even omkijken. Wie komt er daaraan? Dat is Philippe Gilbert. Die zal dat niet overkomen. Van Marken komt er wel sterk doorheen. Nu op en over Van Hekken. Dan komt Trentin. Dan komt... Andert, vraag me af of dat nog klopt. Nu een minuut 27. Zo, voilà. Het is over. Tot in Wevelgem rijkt. Ah ja, en die hebben niks anders, die hebben niks te verdedigen. Hè? Niet echt een sprinter in de ploeg. Vermoten is binnengehaald bij. Burgaard. Van de dingen. Zijn hand, ja. Van Aert had ook mee. Martin. Ja. Groenewegen. We gaan er vroeger. Sanders. Super. Uur halen Ise. En hier zie je het al, hier zie je het al. Voilà. Ah, ja, ja, ja. Voilà. Is niet evident, hè. Het zal wel Danny van Poppel geweest zijn. Ah, oké. Okay. Een toffe. Het is heel even aan het front verschijnen en dan kijken wie gaat erover pakken. Stibar wat palaveren met de mannen in de achtergrond. Stuyven zit hier heel rustig achterin. Heeft schijnbaar in deze onderneming nog geen trap te veel gegeven. En als je het mij vraagt, hij trapt door de boter. De pralineman. Ja, Mene kan ons misschien nog een beetje wijzer brengen. 23 koplopers rollen daar door beeld. Mannen die alle slagen overleven. En dan... We bouwen naar het einde toe, want een klein beetje tempo verminderen. Magnus Cort Nielsen, rugnummer 56. Een sprint. Verzonnen Renaat. Van Hekken wordt ingelopen door het drietal Christophe. Abu Dhabi zit ingepakt. Ja, dus Kazachstan. Je doet zelfs geen poging om aan te, sluiten. Hè. Dat weet je het wel zeker. Dan heb je het dus echt niet. Klassiekers gewonnen. Ronde van Vlaanderen op je act. Hebben ze eigenlijk op papier bij Rompot niet? 5 kilometer. Passage Menen. 5 kilometer. 5 kilometer.
Christophe. Senko en Nielsen. Ja. Alles voor Viviani. Gaat Stibar lood spelen voor Viviani? Met z'n allen zeker. Dat... ontwikkeld, hè? Sagan die gaat natuurlijk sturen als de beste. Maar het... dan misschien iemand van achteruit komen en iemand meenemen. Is het voor Lampard nog aangewezen om wat te proberen? Ik denk nee. Nee. Modolo en Laporte. Dat zou er nog enigszins op een verrassing lijken. Maar zij die vooral Modolo beter proberen. Gaat dat nog? En daar gaat Van Gutem. Zie je wel dat hij als laatste wil? Zie je wel? Jongen. Denk aan je melkzuur. Gilbert moet erachteraan. Ja, van Schip, laat hem rijden. Gilbert moet erachteraan. Stel je voor, Brian van Gutem, dat in de aanval. En dan wordt de nieuwe grote door. Vooraan top 4. De wereldkampioen wint. En Viviani die door het aanvallen en door het demareren naar het einde toe van even die laatste 10 kilometer niet in beeld. Kijk, wat een desolaat beeld. Je denkt van, oh, ik moet dit afmaken. Mijn manschappen hebben een perfect beeld geschetst van deze koers. Ze hebben het perfect gedaan en dan maak ik het niet af. Ik zou nog wel eens willen kijken van bovenuit van waar hij eigenlijk gekomen is. Want we zagen in dat frontaal beeld hem nog niet direct zitten. Zoals gezond, hè? Tuurlijk. Ja. Ik had hem hier ook 3 sterren gegeven, gewoon omdat Sagan is gewoon... Ja, de twijfel was zeker nog niet bij mij zo groot om nu daar al aan te beginnen twijfelen. Weet je wat ik zeg? Ja. Van Marc Ruijter gaan weg.